afraid of the dark? Are you scared? Wat zijn dit? Botten? Ja. Wat is dat joh? Ja. 100%. Ik weet niet wat voor botten, maar... foto van maken joh. Dit botten. Oh, dit vind ik eng. Kijk wat het is. Zijn er weer rituelen gedaan? Ik ga niet zeggen dat het mensenbotten is. Ja hoor, daar zijn we weer. Een nieuw avontuur van de Ghost Travelers NL. Jongens, waar zijn wij? In Laagsoeren. Laagsoeren. En ook blijkt dat er hier, het is een oud hotel geweest, en dat er hier een zelfmoord is geweest. Iemand heeft zich opgehangen in een andere ruimte hiernaast. Ja, dan gaan we even kijken of we daar eventueel contact mee kunnen leggen. Maar we zijn niet alleen vandaag, want we hebben bezoek van... Veronique, hallo. Daar is ze weer. Ja, ja hoor, daar is ze weer. Nou ja, wij gaan weer onderzoeken. Wij gaan... het gelijk goed aanpakken en misschien direct naar de ruimte gaan waar het kassa is. Ja, laten we dat doen. Opname wordt verstoord. We kregen weer spontaan bezoek van hangjongeren. Dus we moeten even kijken wat we kunnen doen. Ja, het is niet veel jongens wat jullie zien. Ik denk dat daar de wc's zijn geweest. En ja, er zijn allemaal slaapkamers en keuken. Maar het ziet er niet meer uit. Het is levensgevaarlijk hier. Veronique, vertel. Ja, als het goed is, daar zeg maar, daar zat Mientje Dullemonde. Dat was, naar mijn weten, de eigenaresse van het hotel. Want het is hiervoor best wel heel mooi geweest, zeg maar. Echt een chic hotel. En die kun je dadelijk daarvoor merken. En er zit, ja, ik weet niet of we dat gaan opmerken dadelijk, of die weer naar voren komt. Een wat donkerder schaduwfiguur, zo kan je het zien. Oké, en dan gaan we nu naar richting naartoe dan? Ja. Oké. Ja, maar dit is zeg maar waar Mientje zeg maar, volgens mij haar kamer was. Of, want daar zie je, als het helemaal, zie je ook nog een stukje van het bed liggen. Dat is heel raar, van een bank of een bed. Ja. En daartussen heb je de tuin zitten. Ja. En daar zat de vorige keer best wel zwaar in. Ja. Dat was waar hier uit schaduwfiguur aan de zijkant eraan kwam rennen. Dus alle woorden in het grote huis. Maar hier is de, voel je dat zelf ook hoe koud het ineens is? Hier is het frisser, ja. Ja. Het is steenkoud. Ja, ja. Ja, maar is dat niet meer de wind? Ja, weet ik niet. Als je dadelijk... Ik vind dat ik voel het ook, hoor. Midden in een bos, hè. Ik voel het ook, maar... Mij lijkt het dat je hier meer die wind hebt. Een soort tocht. Ja, het waait ook toch wel. Is het helemaal rondom bos. En het gekke, als je dadelijk daar weer dat pad doorloopt, dan zou je zien dat de temperatuur warmer wordt. Dat was de vorige keer, maar... Ja, maar wat ben je aan het doen, Louis? Ik ben hier met de pointerpen, noem je het op. Of de laserpen. Dan gaan we kijken als we een reactiekrende krijgen. Of dat er iemand door de straling inloopt, zeg maar. We zien ze wel op de camera nou. Zie je dat nou? Ja, we zien ze wel. Dat is je opzicht. Hey Jan, jij hebt een hoop foto's genomen. Ja, een hele hoop foto's. Van binnen en van buiten. We nog niet kunnen bekijken, denk ik. Nee, dat doen we thuis wel weer. Zoals ook de opnames en de geluidsopnames. Ja, dat doen we thuis wel weer, ja. Maken we shorts van, hè, voor op YouTube. Geen... Nee, geen vrouwtjes voor je, hoor. Nee, laat de rest maar wegblijven. En je weet het niet, hè, zo'n bos. Als er iemand is die wil communiceren... Even wachten. Oh. Als er nog iemand is die jij moet scheren. Zie je dat goed zo? Oh, dat is cool. Nou, Veronique, aan jou de eer. Ja, nou.
Je laat je al zelf een beetje kenbaar maken. Je hebt het apparaatje gevonden met het lampje. Hartstikke goed. Zou je ter bevestiging nog een keer dat lampje kunnen laten knipperen wat je net deed? Nou, toppertje, dankjewel. Vind je het goed dat wij hier zijn? Dat is mooi. Dat is een gelijke reactie. Ja, heel mooi. Goed zo, dankjewel. Je mag hem ook al even loslaten hoor, dank je. Je kan ook je stem doorgeven. Want er zit zo'n ruisonderdrukker, zo moet ik dat zien, zeg maar. Ja. Wat is jouw naam? Zeg je dat ding zelf bewegen? Wat is dat? Wat beweegt dat nou? Het handvat. Het handvatje. Zo'n touwtje, zo'n lusje. Oh, dat is een touwtje. Maar hoe komt dat dan door de... Wind. Ja? Ja. Zou je nog eens een keer het lampje kunnen laten branden, zeg maar, van een van de twee apparaatjes? Dat is wel cool, hè? Dat is mooi. Hey, hallo. Ja, helemaal top. Ben je een... Hij blijft er maar. Ben je een man? Of ben je een vrouw? Dus een vrouw? Ja, top. Ja? Oh, bij Louis weer hoor. Weer bij hem, hè? Ja. En we hadden het net over, riepen de vrouwtjes al op, dus... Ja. Het is weer, het is ongelooflijk. Ja, maar ik heb er nou al twee, hè? Dat is genoeg. Ongelooflijk weer. Echt. Nou, super, dankjewel. Misschien moet jij maar... Ja, ik loop helemaal uit. Ja. Het gaat regenen. Slecht voor je apparatuur hoor. Ja, dan ga ik. Moet even een plekje opzoeken waar we wat beter staan. Ja, ja, misschien daar zit er een dak op. Hey, even afsluiten mensen, we zijn zo terug. Hey, hartstikke bedankt voor je reactie. Hey, super, maar we moeten echt eventjes het apparatuur uitzetten, want het gaat regenen. Nou Louis, we hebben ondertussen de EMF-meters klaargezet, de pot, de Ghost Radio. Jan gaat dadelijk live op Facebook, hè? Want dat doen we tegenwoordig ook. Ja, dat doen we steeds lekker live. Oh. Ja. Wie doet dit? Ik heb veel bekijks. Ik krijg je... Even mijn telefoon misschien. Wat zit hier? Je zag het gewoon lopen. Ja. Ik sprong opzij in ieder geval. Ja, maar hij ging wel af tegelijkertijd. Oeh. Er kwam een hele grote schaduw voorbij lopen. Echt 100%. Alleen... Zijn de jongens daar? Nee. Hier! Doe even zien. Nee, dat is echt waar. Wat is waar? Ik zie daar echt serieus een schaduwfiguur lopen. En zij springt aan de kant omdat ze denkt dat er iemand doorheen komt. En kijk. Oké, 3, 2, 1. Go. Hier. Ja mensen, dan zijn we weer terug. Het is weer droog. Kijk dan. Dus we gaan weer live. Kijken jullie allemaal weer mee? En kan je het zien dat hij... Wat is er? Ja, hij gaat hier af. Nou, nog steeds. Ja, nou even niet meer hier. Oh ja. Ik weet het niet, schat, maar... Ja. Telefoon. Geef dat terug. Kijk, heb je je telefoon aan? Nee. Ik heb mijn telefoon niet aan. Maar... Nou, we hebben weer het een en ander opgesteld. Ja, sorry, maar... Hij gaat echt af bij jou. Wacht even. Nee. Ik denk dat het klein. Ik vind het niet. Wat nou? Ja? Hier, naast je weg. Nee, ja. Hij zit daar. Kijk. Hij staat gewoon precies naast jou, hè? Nee, hier gaat hij af. Ja? Dat is gewoon net die schaduwfiguur die door de... 100%. Nou voel ik me ook iets beter, moet ik zeggen. Ja. Kan je het heel even loslaten als je wil? Hallo, laat even de knopjes los. Oh. Heb ik geen zin. Kan je even loslaten, schat? Ben jij dezelfde man als... Ik ben voor een tijdje terug ook geweest hier. Ja? Hoi. Mijn stokje. Maar ik voel ook heel erg nu elektrische statische lading hier. Echt met mijn... Met mijn handen ook. Hey jongen, ik ben weer terug. Je mag hem heel even iets loslaten. Voor mij deed ik net. Maar moet je zo kijken hoor, daar zit helemaal zo'n... Waar zet die rempot aan hier dan? Ja, goed zo. Dank je wel hè.
Ah, dit is heel apart. Nou, we gaan... als het goed is, heb ik het spelletje al vaker met je gedaan. We gaan ja- en nee-vragen doen. Dus als je hem heel eventjes los wil laten... en bij het antwoord ja helemaal naar het rood uit laten gaan... zou je dat even kunnen doen, naar het rode toe? Nee, daar gaat hij. En bij het antwoord nee, inderdaad, één groene. Goed zo. En dan nog even een keer als je wil. Ja, helemaal top. Dankjewel. Nou, we gaan gewoon basisvragen stellen. Hij is heel, zenuwachtig en energie ook. Ja. Ja, hè? Vind je het wel goed dat we hier zijn? Hij blijft ook gewoon branden, hè? Dat is heel apart. Maar hij voelt ook... ben je onrustig of zo? Want je voelt heel, heel zenuwachtig aan. Oh, dan niet. Nee? Nee, was één bang. Eén, oké. Okay. Maar vind je het goed dat we hier zijn? Nee. Oké, okay. Ben jij... Laat eens even los. Ik wilde even weten of jij de man bent die hier gewoond heeft. Ben jij de man die hier gewoond heeft? Nee. Oké, okay. Ja. Heb jij je... Ja, mag ik moet die vraag netjes stellen. Ja. Heb jij jezelf om het leven gebracht hier? Heel vaak daar geven ze geen antwoord op. Dat is echt heel apart. Zie je dat? Nee. Ben je een vrouw? Nee, hè? Ja. Ja? Ik denk dat eerder dat daar beter op reageert dan mijn man. Ja. Did you do that? Of wat was dat? Nou, ik ga eens even kijken of hij met... Kijk, ik heb nog een leuke twinkelballetje. Ja, blijf gaan, dus kijken wat er nou gaat. Ja. Holy. Oeh. Is nou niet de apparatuur of zo dan? Maar het zou leuk zijn als hij... Zo. Maar hoe kan dit? Moet je kijken. Is het wat uit de rempot dan neerzet? Ja, misschien hebben we de rempot er even neer kunnen zetten. Die dakken, die. Hier. Oh, dat doe ik zelf. Meisjes, zei die dan nou? Ja, ik verstond zoiets wel, ja. Meisjes, ja. Kunnenpad. Nou, laat die erbij. Het is wel iets daar, zie je dat? Nou, nou liggen er wat meer apparaatjes bij elkaar. Je breekt je nek in, man. Ja. Nou, zou je nog een keer iets aan kunnen raken? Spijker. Je deed het net zo goed. En nou is hij stil. Apart, hè? Ja. Kijk, deze kan je aanraken. Zie je dat? En je hebt de spiritbox aanstaan? Ja, ik sta Nou, je kan ook je stem door laten komen. Dat is misschien nog wel makkelijker. Kijk, mijn naam is Veronique. Wat is jouw naam? En is het gewoon stil, hè? Dat is toch ook apart? Maar het is heel, heel gek, hè? Nou hoor je de jongens op de achterkant, dan is hij stil. Die zijn daar, hè? Nee, die zijn niet. Die staan hier achter hem, ja. Ja, okay. Het lijkt wel alsof hij nou, als die daar dan stiller van is. Gereageerd. Ja? Hey. Zij zat aan de... Dat deed ik, denk ik. Nee. Nee? Nee. Ja. Nog een keer proberen? Ja. Nee. Daar kan hij niet op afgaan. Nee. Ja, nou, ik meen dat ik hierop was, dan deed hij dat. Ja, ben je zonder de balk, maar daar ging hij niet op af. Zou dat nog een keer kunnen doen? Want dat deed je super goed, joh. Kijk maar. Dit valt hij eraf. Ja. Ben je nog aanwezig, mevrouw? Dat is heel apart. We zijn er, het is meteen weg. Ja. Ja. Ik denk dat de energie hetzelfde gevoel heeft als ik bij die groep, zeg maar. Ja. Echt geen... Geen zo'n rol. Nee, er is echt iets mis mee. Ja. Ik werd heel veel rustig ook van hem, zeg maar. Ik had ook het idee dat ik hem in de gaten moest houden, zeg maar. Dat heb ik nodig. Was hier niet leuk?
Triest. Triest. Vind je dat triest? Wat is er triest dan? Kan je vertellen wat er triest is, joh? Voel jij je triest? Of vertrouw jij het ook niet? Net zoals ik. Dat mag je zeggen, hè? Maar als jij wil dat we weggaan, mag je dat ook zeggen. Mag je ook lampjes laten veranderen, dingen gaan doen? Je gaat echt niet reageren als we naar lopen. Dan hebben we wat gedaan hier, hè? Dan hebben we iets gedaan hier. Als ik heel erg luister. Weer en we zijn weer live. Voor de derde keer. Ja, poging 3. Poging 3. Nou, ik zal te zien of je eentje ook weer aantrekkingskracht. Ja, ik weet het niet, maar je gaat... Jorg, boobie zakken. Sorry. Dat is dan. Dadelijk zit hij hier zo te doen. Nee. Nou. Waar is onze filmer? Hier ook. Kijk, hij gaat gewoon in het rood, hè? Ja. Hij staat gewoon tussen ons in, het is bizar. Nou. Kun je dat misschien even loslaten weer? Hallo. Pak de rempot maar. Ja, die. Hoe is het nou hier? Moet dat doen? Maar het is echt precies hier, ja. Hij moet het hebben. Peggy, ja. Adem in, adem uit. Ja, dat deed ik ook. Oh, rustig blijven. Adem in, adem uit. Ik voel het ook wel, hoor. Je kan natuurlijk, als jij dit te ver vindt gaan, mag je heel duidelijk zeggen van ik wil dat je gewoon afstand neemt van mijn energie. Houdoe. Ja, ik weet het niet, hij blijft heel ongecontroleerd gaan en dat is best wel, maar kun jij deze dan ook... Oh, ik denk hij gaat er lachen. Oh. Dat is opgelost. Kijk, nou ga ik weer even weg, hè. Oh, dat wordt kinderspel, hè? Ja, dat is veilig. Maar zit, kijk dan. Is dat dan iets in die... Dat kan niet iets in de muur zijn. Nee. Hallo! Er zit geen kabel binnen. Nee, dat lijkt waarschijnlijk dat die... ietsjes. Maar de ene wel en de ander niet, nou? Nee, nou doet mijn haar het en dan moet het mij bijna niet. Het is niet de batterij dat die bijna leeg zijn. Nee, het is wel dat. Kan jij hem zo zien? Kijk, allemaal onderzoek. Oh. Ja, zij zat ook op die boom te brabbelen, sorry. Nou, hiermee gaat hij niet af. En als ik daar ga staan en jij hebt hem van spannend. Ik heb hier nog een derde. Kijk, en dan gaat hij eigenlijk meer af dan hier af. Ja. Deze gaat ook af. Ja, dit is toch gek? Ja. Is het K2 meter en die K2 en alles niet? Maar hier, zou je dit? Ja. Ja. Maar dan denk ik, je kan die dan ook hier. Dus ja, waar ligt er nou aan? Ja, dat vind ik heel raar, want deze doet totaal niet. Zie je dat? Nee. Niks. Ik weet niet of iemand dat kan in de. Nou, daar was de bocht hier af. Ik ook, ik vind het niks. Ja, ja, niet. Wat zegt ze? Ja. Ja. Wat zei nou, je nou? Die bestaan. Nee, joh. Dat kletst te veel. Ja. Ja. Maar dat vind je gezellig, hè, schat? Ja, ik mag. Je hebt gewoon twee vrouwen op bezoek. En de vent. Kun je Louis zien daar binnenin? Ik wel. Maar hier helemaal niks, hoor. Mooi. Jawel. Jawel, laat maar in. Ja. Dat is mooi. Hier, drie lampjes. Ja. Deze, loop eens door. Gaat helemaal, hij wordt helemaal gek. Kun je nog een stap verder? Ja, kijk, maar even zo moet. Planten met spijker. Hey, ben jij net die schijf die hier een spijker op te krappen allemaal? Nou, Louis, dit is dus de ruimte waar die man zelf mocht heeft gekregen. Ja, dat heb ik van Veronique meegekregen, ja, dat hij hem zijn verhangen heeft. Ja. En dat, ja. Die schijnt al veel activiteit te zijn. Hoe ver hij weer afgaat, toch? Ja, je ziet dat hij af blijft gaan. Ja, nou, dat stopt hij, hè? Ja, sorry hoor, schat, maar het is echt bizar. Je vindt haar leuk, hè? Maar Veronique, in principe, die heeft daar veel meer contact mee dan ik. Want
Ja, dat is ook bij iedereen verschillend natuurlijk. Als we dadelijk weggaan, dan laat jij met de rust, hoor. Maar zij is daar veel gevoeliger geworden dan ik natuurlijk. Ja. Hey, hallo, we komen jou gezellig een bezoekje brengen, dus dan moet je ook niet omvallen, Vero. Zal ik nou die boxjes anders zetten? Wij maken niks kapot. We gaan dan nog een keer proberen met de K2 meters. Ik heb er 2. Ja, misschien wil je wel wat vertellen. We gaan deze voor de man gebruiken en deze voor de vrouw. Dus als er iemand is die met mij wil communiceren of met ons, als je een man bent, laat dan het lampje van mijn linkerhand branden. Nee, ja of niet. Ja, of als je een vrouw bent, nou, niet. Dan laten we dit apparaatje de lichtjes branden. Ja, top. Dankjewel voor het antwoord hoor. Kunnen wij dat is wel typisch doen? Hè, dan zijn we hier en dan gaan ze niet af. En dan staan we in die ene ruimte waar die man toch zelfmoord heeft gepleegd en dan gaat hij wel af. Is het dan toevallig, Louis, of is dat typisch? Ja, ik denk dat het gewoon hoe moet ik dat zeggen, activiteit zeg maar, hè? Zijn, dat daar het meer hangt, daar hangt wat je denkt van hangen hebt, ja. Dan in deze ruimte. Ja, het is wel even een test die we goed kunnen uitvoeren om te testen, hè? Ja. Ten slotte voor het onderzoek die we doen. Ja. Want als er iets hier, iets of iemand bij ons is, zou je dan de lampjes kunnen af laten gaan van apparaatjes die ik in mijn hand heb? Zijn die andere twee daar? Laat maar branden. Ja, stop. Nee. Het is wel mooi. Het is eigenlijk wel een soort bewijs, hè? Want daar gebeurt eigenlijk meer op de GoSpot dan op de K2 meters. Ik denk dat we dan toch, Wim, deel moeten nemen weer. Aan de groep. Aan de groep. Maar dit staat vast, jongens. Bewijs.